The subject of our session today is the story of Joseph in Egypt. Het onderwerp van onze sessie vanavond is het verhaal van Jozef in Egypte. We have in the past spoken about Joseph with his brothers. This, obviously, is a very, very different environment. We hebben eerder wel gesproken over Jozef en zijn broers, maar nu gaat het toch over Jozef in een heel andere omgeving. And I think we can observe a number of stages in the subject of today's session. En ik denk dat we een aantal stappen kunnen onderscheiden in de sessie van vanavond. Which is Joseph's mission in Egypt for God. En dat is Jozefs missie in Egypte voor God. We begin at the beginning of Genesis chapter 39. We beginnen bij Genesis 39 vers 1. Now in this opening verse we really get a sense of where the challenge lies. En dit is een zin waarbij we al meteen kunnen opmaken waar de uitdaging ligt. The verse seems to say more than it needs to say. It seems to have extra words. Deze zin lijkt meer te zeggen dan nodig is. Het lijken te veel woorden te zijn gebruikt. In particular, we start reading. Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh's, the chief of the slaughterers, an Egyptian, bought him of the hand of the Ishmaelites who had brought him down there. We lezen in vers 1. Jozef was dus naar Egypte gebracht. Potiphar, hoveling van de farao, het hoofd van de lijfwacht, die de bijnaam de slagers hebben, een Egyptische man, kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. As if we need to know that after he was brought down to Egypt and the one who bought him as a slave was an officer of Pharaoh, that this man who bought him was an Egyptian. Isn't it obvious? Alsof we nog zouden moeten weten dat nadat Jozef naar Egypte is gebracht en hij verkocht wordt aan een hoveling van de farao, dat die man een Egyptenaar is. But then there obviously is an emphasis here. Maar er ligt hier duidelijk een bepaalde nadruk. Egypt was the pinnacle of ancient civilization. Egypte was het toppunt van de beschaving van toen. Looking down on all the other peoples, especially nomadic peoples like Hebrews, with pride and condescension. Ze keken neer op met name nomadische volken, zoals de Hebreeën, met een gevoel van trots en zelfgenoegzaamheid. So it is, of course, in that environment that Joseph, remember, a young boy of 17, finds himself in an alien world as a lowly slave. En zo vindt Jozef, een jongeling nog van 17 jaar, zichzelf in een volledig vreemde wereld terug als slaaf. But of course, there's more, much more, that we should bear in mind. Maar er is natuurlijk veel meer waar we rekening mee zouden moeten houden. The connection that to us, to all Bible believers, is obvious between our faith and our dedication to morality didn't exist in the ancient pagan world. Het verband dat wij zo makkelijk leggen als gelovigen tussen onze trouw en toewijding aan het geloof in God en morele waarden, dat bestond niet in Egypte. Joseph comes from a world of values that was completely alien to Egyptian civilization.
Jozef kwam uit een omgeving met morele waarden en normen die volledig vreemd waren aan de Egyptenaren. Joseph comes from a world oriented with respect to faith in God that simply doesn't exist in the pagan, idolatrous world of Egypt. Jozef kwam uit een omgeving waar gerichtheid was op het geloof in God. En dat bestond niet in de afgodenwereld van de Egyptenaren. So naturally, at the very outset, the obvious thing to expect of this lowly 17-year-old slave is to do his best to assimilate into Egyptian culture and Egyptian society. Dus wat we verwachten hier aan het begin van dit verhaal is dat Jozef 17 jaar jong als nederige slaaf zich gaat aanpassen, assimileren aan de Egyptische cultuur. Obviously, but that's not what happens. Maar dat is overduidelijk niet wat er gebeurd is. This is the first of the challenges that Joseph needs to face. Dit is in ieder geval de eerste uitdaging die Jozef het hoofd moet bieden. And in voice 2, verse 2, we read how he faced it. And God was with Joseph. And he was a prosperous man and he was in the house of his master, the Egyptian. En in vers 2 lezen we hoe het hem verging met deze uitdaging. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij bleef in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. Now, of course, in the story, it's important to tell us that God was with Joseph. We understand that God is with someone only when he is with God. Het is belangrijk om op te merken in het verhaal dat de Heere met Jozef was. En het mag duidelijk zijn dat de Heer alleen met iemand is als diegene ook met God is. I feel compelled to share with you that this story of Joseph in Egypt, ironically, is one of the passages in the Bible in which the Hebrew matzliach, translated as prosperous, appears most frequently. En het is heel opmerkelijk dat juist in dit verhaal dat zich in Egypte afspeelt, het woord matzliach, wat vertaald wordt met voorspoedig of welvarend, het meest voorkomt. Perhaps even more amazingly, while the Hebrew can be a verb, to prosper, in this case, it is an adjective. En ish matzliach, a prosperous man. En misschien nog verwonderlijker, hoewel matzliach een werkwoord meestal is in het Hebreeuws, hier is het een bijvoeglijk naamwoord, een voorspoedig man. So far as I can see, as an adjective in this manner, prosperous man, this expression appears exactly once in the entire Bible, here. En voor zover ik kan zien, is deze vorm, als bijvoeglijk naamwoord, een voorspoedig man. Die uitdrukking komt maar één keer voor in de hele Bijbel, namelijk hier. And of course, what's significant then is, we get to verse 3, his master saw that God was with him, and that God made all that he did to prosper in his hand. En in vers 3 lezen we dan, en toen zijn heer zag dat de Heere met hem was, en dat de Heere alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen. This is of course an extraordinary statement, especially when one considers that his master, at the outset, didn't believe in God. En dit is al opmerkelijk, omdat duidelijk mag zijn dat aan het begin van het verhaal gelooft Potifar helemaal niet in God.
this prosperous man becomes a kind of personification of God's providence revealed in the world. Deze voorspoedige man, Jozef, wordt als het ware een belichaming van Gods voorziening in deze wereld. We'll note also an expression that appears here in the Bible for the first time. He appointed him. Joseph's master appoints Joseph. Initially, he ministers to his master, a personal attendant. Then he becomes overseer over his house. And then ultimately, he becomes charged with everything that his master has. In vers 4 lezen we een uitdrukking die hier voor het eerst in de Bijbel voorkomt, namelijk dat Potifar Jozef aanstelde over zijn huis. In eerste instantie was hij een knecht, dan zijn persoonlijke assistent en uiteindelijk werd Jozef gesteld over het hele huishouden van Potifar. And of course again the critical dimension that becomes clear to the Egyptians, to his master, and everyone else, is that God blessed the Egyptians' house for Joseph's sake, and the blessing of God was upon all that he had in the house and in the field. En wat zo duidelijk wordt aan de Egyptenaren is dat Gods zegen rust, zoals we in vers 5 lezen, op alles wat Potifar bezat, zowel in het huis als op het land, vanwege Jozef. In other words, then, challenge number one, being this lowly slave boy in an alien culture, Joseph passes. Because Joseph remains faithful to God in the household of the Egyptian. So faithful that the Egyptian himself comes to recognize God is with Joseph. Dus voor wat betreft deze eerste uitdaging die Jozef onder ogen moet zien, namelijk als een nederige, kleine, lage slaaf in een vreemde cultuur zich redden, hij slaagt. Want in het huis van Potifar blijft hij trouw aan God en hij doet dat op dusdanige manier dat Potifar moet erkennen dat dat de Heere met Jozef is en dat hij omwille van Jozef gezegend wordt. We might say, well, Joseph finished challenge number one so well, it's time for challenge number two. We zouden kunnen zeggen, Jozef is geslaagd voor de eerste uitdaging, de eerste test. Laten we kijken wat de tweede uitdaging is. In verse 7, and it came to pass after these things that his master's wife cast her eyes upon Joseph, and she said, lie with me. En dat vinden we in vers 7. En het gebeurde na deze dingen, dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen, en zei, slaap met mij. Now let's consider the magnitude of this challenge. En laten we even stilstaan bij de omvang van deze uitdaging. Besides the obvious, he is, after all, a young man. This is now a common woman. This is his master's wife, an entryway into Egyptian high society. All the reasons are there to accept the invitation. Niet alleen is Jozef nog jong, maar dit is ook de vrouw van zijn heer, een vrouw van welstand, dus ook een mogelijke ingang in de gegoede stand van Egypte. Alle redenen om op dit verzoek in te gaan zijn aanwezig. And of course, as we know from the continuation of the story, it's not just an invitation, it's also a threat. The consequences of refusing to accept this invitation can be devastating for not only his present, but his future. En zoals we zien in het vervolg van het verhaal, is het niet slechts een uitnodiging,
maar ook een bedreiging. Want weigeren om op dit verzoek, of deze eis, deze bedreiging in te gaan, is niet alleen een gevaar voor Jozef in het heden, maar ook voor zijn toekomst. Seems like an easy choice, except accepting this invitation means turning his back on everything that he believes. Most of all, turning his back on God and his values. Het lijkt dus een makkelijke keuze, behalve dan dat Jozef in dat geval ingaat tegen alles wat hij gelooft en ook zijn rug draait, zou draaien naar God. And Joseph passes this second challenge. Verse 8, he refused. En Jozef slaagt ook voor deze tweede uitdaging, deze tweede test. In vers 8, hij weigert. And once again, dragging God, so to speak, into the discussion, in verse 9, how can I do this great evil and sin against God? En in vers 9 betrekt hij God ook in deze discussie. En hij zegt dan, hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? That is, the great evil is of course the ingratitude to his master, who has been so trusting and has placed his confidence in him. But it's not just an offense against his master. It is, as of course is always the case, when one sins against one's fellow man, also a sin against God. En dit is het zou een grote belediging zijn, het grote kwaad zou zijn dat hij het vertrouwen dat zijn meester in hem gesteld heeft zou beschamen. En niet alleen dat, maar zoals dat altijd het geval is wanneer je tegen je medemens zondigt, dan is dat ook een belediging en een zonde tegenover God. Well, he passes the challenge, but that doesn't mean he doesn't suffer the consequences. As anticipated, she falsely accuses him of having instigated this infidelity, and Joseph gets dragged off to prison. Deze weigering die blijft niet zonder gevolgen. De vrouw van Potifar die dient een valse aanklacht over hem in, en namelijk dat hij initiatief zou hebben genomen om haar tot ontrouw te brengen. En Jozef wordt gegrepen door zijn heer en in de gevangenis geplaatst. Well, you would think that after having suffered so cruel a fate for his faithfulness to God, Joseph would have learned to forget about God, but he doesn't. Je zou denken dat Jozef na zo'n wreed lot in de gevangenis te zijn gegooid, zijn vertrouwen en zijn geloof in God zou opgeven, dat hij nu wel beter weet, maar integendeel. In verse 21, God was with Joseph. Joseph was with God. In vers 21 lezen we, maar de Heere was met Jozef. En dat betekent dat Jozef ook met hem was. And once again, Joseph, so to speak, climbs the rungs in prison. The keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners that were in the prison. In verse 23, the keeper of the prison looked not to anything that was under his hand, because God was with him. And that which he did, God made it to prosper. En ook in de gevangenis klimt Jozef op de sociale ladder, om het zo maar te zeggen. Hij krijgt verantwoordelijkheid van het hoofd van de gevangenis. Al de gevangenen die in de gevangenis waren, kreeg Jozef in zijn hand. Al het werk wat men daar deed, dat deed hij. En het hoofd van de gevangenis zag naar geen enkel ding meer om van wat in hem was, omdat de Heere met hem was. Alles wat hij deed, liet de Heere voorspoedig verlopen. On this theme of prosperity, I think one cannot but think of the opening verses in the book of Psalms. En als het gaat om dat voorspoedige,
dan kun je niet anders dan ook denken aan de openingsversen van de Psalmen. The man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the way of sinners, nor sit in the seat of the scornful, delights in the Torah, the instruction, the teaching of God. Namelijk over de man, de welzalige man in Psalm 1, die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de Torah, de wet van de Heere, en zijn Torah dag en nacht overdenkt. And in verse 3 we read, well, we could translate verse 3 as in whatsoever he does, he shall prosper, but perhaps more exactly, as a number of scholars point out, we should read it, whatever he does, he shall cause to prosper. Because of his dedication to doing what is right, he causes it to prosper, which seems to be an apt description of Joseph. En dan in vers 3, het laatste stukje, lezen we dat zo'n man al wat hij doet zal goed gelukken. Maar misschien is het beter om dat iets anders te vertalen zoals bepaalde geleerden voorstellen. Namelijk, alles wat hij doet, dat zal hij doen gelukken. En dat lijkt een hele nauwkeurige beschrijving te zijn van de persoon van Jozef in dit verhaal. Let's return to the story of Joseph, now in Genesis chapter 40. Laten we teruggaan naar dit verhaal van Jozef en nu naar hoofdstuk 40 in Genesis. Now we're summarizing because of course our time is limited, but you all know the butler and the baker of Pharaoh end up in jail. We zullen het een beetje samenvatten omwille van de tijd, maar dit verhaal is wel heel bekend. De schenker en de bakker die in de gevangenis belanden. Now bearing in mind that in the structure of ancient Egyptian society, these of course are very lofty officers in Egypt. En we moeten in gedachten houden dat in deze maatschappij van Egypte, dan zijn deze ambtenaren, die bakker en die schenker, verheven ambtenaren. Joseph again sees his role not as fitting in, as assimilating with the expectations in Egyptian society, but rather in projecting a message, his mission. En Jozef ook hier ziet er niet zoveel in om dat te doen wat voor de hand ligt, namelijk assimileren, opgaan in de cultuur van Egypte. Maar hij grijpt de gelegenheid aan om een boodschap te verspreiden, namelijk zijn missie in Egypte. He shows the consideration of noticing that these men look sad. En hij merkt op dat deze beide mannen nogal triest kijken. En when they explain the reason for their sorrow, in verse 8, we have dreamed a dream and there is none that can interpret it. Joseph sees his opportunity not to speak for himself, but rather to speak for God. En als ze dan de schenker en de bakker van Farao in vers 8 uitleggen waarom ze zo te neergeslagen zijn, dan zeggen ze, we hebben een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. Dan grijpt Jozef de gelegenheid aan, niet om voor zichzelf te spreken, maar om voor God te spreken. Do not interpretations belong to God? Tell me, I pray you. En Jozef zegt dan tegen hen, is de uitleg niet aan God? Vertel ze die dromen toch aan mij. As far as we can see, the last time that Joseph spoke explicitly about God, it was in telling his master's wife that if he accepted her invitation, he would be sinning against God. And that got him into a lot of trouble.
Nu, de laatste keer dat we Jozef hebben horen spreken over God, dat was toen hij de bedreiging, het verzoek van de vrouw van zijn heer weigerde. En dat hij zei van, dan zou ik zondigen tegen God. En in die situatie bezorgde spreken over God hem een heleboel narigheid. But that is not going to stop Joseph. Maar dat houdt Jozef niet tegen. And this arguably is the third level of the challenge that Joseph faces after having gotten into such trouble because of his faithfulness to God. Here he is in prison and he's still talking about God and he's still going with God. En dit is misschien dan wel dat derde stap van zijn uitdaging, de derde stap van, ook van zijn geloof, om toch over God te spreken, daar waar hij weet dat het hem de vorige keer zoveel narigheid heeft bezorgd. And there's more to it than that. En er zit nog meer in dan dat. After Joseph hears the butler's dream and explains the meaning of it in verses 12 and 13. Want nadat Jozef de dromen van de schenker en de bakker heeft uitgelegd in vers 12 en 13. And indeed, it says to the butler that within yet 3 days he will be restored to his office as Pharaoh's butler. Dan zegt hij tegen de schenker dat die opnieuw hersteld zal worden in zijn vroegere positie als schenker van de farao. He adds a poignant, moving note in verses 14 and 15. Dan voegt hij een emotionele opmerking toe in vers 14. But have in your remembrance when it will be well with you, when you'll be on the outside of the prison, and show kindness, I pray you, unto me, and make mention of me to Pharaoh, and bring me out of this house, this prison. Vers 14. Maar denk aan mij wanneer het u goed zal gaan, en wanneer hij dus uit de gevangenis is. Bewijs mij toch goede tierenheid en vertel over mij aan de farao. En maak dat ik uit dit huis kom. En dat huis is dus de gevangenis. For indeed, I was stolen away out of the land of the Hebrews. And here also I have done nothing that they should put me into the dungeon. Vers 15. Want ik ben met geweld ontvoerd uit het land van de Hebreeën. En ook hier heb ik niets gedaan waarvoor men mij in deze kerker zou moeten zetten. What is to me so moving, so poignant in these words is after everything that Joseph has been through, one could be excused for someone in that position to give up hope of anything more. Joseph still sees everything on some level as God's providence. God looking after him, and perhaps, just perhaps, this butler will turn out to be, unbeknownst to the butler as well, God's messenger in bringing about Joseph's salvation. Wat, ja, wat zo schrijnend is aan dit geval is dat we zien dat Jozef hier in de gevangenis zit en dat hij tot op een bepaald niveau ook alles ziet als gebeurd door de hand van God. En misschien, heel misschien, is deze schenker van de farao wel een boodschapper van hem, door wiens toedoen uiteindelijk Jozef zijn verlossing zal krijgen. Zelfs misschien buiten medeweten van deze schenker zelf om. Well, of course we know that is indeed what happens.
En zoals wij weten is dat inderdaad ook wat er gebeurt. And that, as we shall see, serves as the background, as the stage for the fourth and most difficult challenge of all that Joseph faces. En dat vormt dan ook het decor van de volgende fase, de volgende uitdaging, de vierde uitdaging die Jozef het hoofd moet bieden. It happens, of course, in chapter 41. A full 2 years after the butler has been restored to his office and Joseph has been left behind, languishing in the dungeon. En dat is dan dus in hoofdstuk 41, die volgende uitdaging. Als er 2 volle jaren zijn verlopen sinds dat de farao de schenker weer in zijn positie heeft hersteld en Jozef nog steeds wegkwijnt in de gevangenis. Of course we all know the story. Pharaoh has his dream and none of the magicians and wise men of Egypt are able to interpret the dream convincingly for Pharaoh. En zoals we weten, dan krijgt de farao een droom en hij laat al zijn magiërs en wijzen roepen, maar niemand kan hem die droom naar behoren uitleggen. And finally, after 2 years, the butler remembers the Hebrew slave who he left behind in prison, who showed a knack for interpreting dreams. En dan uiteindelijk herinnert de schenker zich na 2 jaar deze Hebreeuwse slaaf die toch wel een uitzonderlijke aanleg had om dromen uit te leggen. He says to the Pharaoh that this young slave interpreted to us our dreams, to us, the butler and the baker, and it came to pass as he interpreted to us, so it was. Dat zien we in 41 vers 12, waar de schenker zegt, en er was daar een Hebreeuwse jongen bij ons, een slaaf van het hoofd van de lijfwacht. Wij vertelden ze aan hem en hij legde onze dromen aan ons uit. Aan ieder van ons legde hij zijn eigen droom uit. En zoals hij ze ons uitlegde, zo is het gebeurd. We can imagine Pharaoh's excitement. We kunnen ons de opwinding van de farao voorstellen. Then, we read in verse 14, Pharaoh sent and called Joseph and they brought him hastily out of the dungeon. En dan in vers 14 stuurt de farao boden en laat Jozef roepen en ze haalden hem snel uit de kerker. Remember, Pharaoh was anxious to get his dream interpreted. Want let wel, de farao stond erop te springen om zijn droom uitgelegd te krijgen. And then something extraordinary happens. En dan gebeurt er iets uitzonderlijks. We might, in the haste of the story, miss the point, but it's really quite glaring. We zouden in het verhaal hier makkelijk overheen kunnen lezen, maar het schreeuwt echt om aandacht. And he shaved himself and changed his garments and then came in unto Pharaoh. De vertaling van Geim is hier net iets anders dan onze vertaling, waar staat men schoor hem. In de vertaling van Geim staat hij schoor zichzelf, verwisselde zijn kleren en hij kwam bij de farao. He didn't come in hastily. He came in. Hij kwam niet haastig naar binnen. Hij kwam naar binnen. I feel compelled to make an observation with respect to changing his garments. En ik wil nog een opmerking maken met betrekking tot dat verwisselen van zijn kleren. And the truth is, we need to appreciate here that our norms of behavior and hygiene are not the same as they were over 3,000 years ago. En
Ik moet daarbij opmerken dat onze normen voor wat betreft hygiëne niet dezelfde zijn als die er 3000 jaar geleden waren. Clothing was much less plentiful and water for changing clothing was probably even less plentiful. En de kleding was niet zo verhullend misschien als nu. Of was niet zo ruimschoots aanwezig. En water was ook niet zo ruimschoots voorhanden om te wassen. Not to mention, for a lowly slave in a dungeon, who really didn't have any need for change of clothes altogether. En dan nog in aanmerking genomen dat Jozef als slaaf in de gevangenis, ja, eigenlijk helemaal geen reden had om zichzelf ooit om te kleden. But to be very specific here, the Hebrew for he changed his clothes, vayechalef simlotav, is an expression that we find in all the Bible on a total of two other occasions. En de uitdrukking die hier gebruikt wordt voor dat verwisselen van zijn kleren, dat vinden we op slechts twee andere plaatsen in de Bijbel terug. That's not to say that only two other occasions were people changing their clothes. It wasn't that often. En dat wil niet zeggen dat er maar twee andere keren zijn in de Bijbel dat iemand zijn kleren verwisselt, al is het ook weer niet heel erg vaak. We do find the washing of clothing when there is an issue of ritual defilement that requires washing the clothing. We vinden het verwisselen van kleren bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een rituele verontreiniging, waardoor men zich moet wassen en de kleren moet wisselen. But that in the Hebrew is a different verb. I'm focusing on this particular expression. In the Hebrew, vayechalef simlotav, translation, changed his garments, changed his clothing. Maar daar wordt dan een andere uitdrukking gebruikt en ik wil me nu concentreren op deze Hebreeuwse uitdrukking, vayechalef simlotav, en hij verwisselde zijn kleren. The first place where we encounter this expression is just a few chapters earlier in Genesis chapter 35. En de eerste keer dat we dat, deze uitdrukking tegenkomen, slechts een paar hoofdstukken eerder, namelijk in hoofdstuk 35 van Genesis. In chapter 35, verse 2, then Jacob said unto his household, and to all that were with him, put away the strange gods that are among you, and purify yourselves, and change your garments. Same verb. In 35, vers 2 lezen we, toen zei Jacob tegen zijn huisgezin en tegen allen die bij hem waren, doe de vreemde goden die in uw midden zijn van u weg. Reinig u en verwissel uw kleren. En daar staat datzelfde werkwoord voor kleren verwisselen. To understand the context, we continue the quotation. Verse 3. And let us arise and go up to Bethel, and I will make there an altar unto God who answered me in the day of my distress. En om de context wat meer te begrijpen, lezen we iets verder door in vers 3. Laten wij opstaan en naar Bethel gaan. Ik zal daar een altaar maken voor de God die mij antwoordde op de dag toen ik in nood was. So, in this instance, encountering again this expression of changing the garments, we see it after all as an act of purification. It is adjacent to, and purify yourselves. And in dit geval in hoofdstuk 35 zien we dat verwisselen van die kleren in de context van reiniging. Het staat er tenslotte naast. Reinig jezelf en verwissel jullie kleren. It's also a kind of new beginning. That is, again, put away the strange gods. Now we're going to make an altar and dedicate ourselves to God. Het is ook een soort van nieuw begin. Door de afgoden weg en trek dan die kleren aan en dan gaan we een altaar bouwen en ons toewijden aan God. The only other instance in the Bible in which we find this expression
is a very, very different one. En de enige andere en laatste keer dat we deze uitdrukking voor kleren verwisselen vinden in de Bijbel is een hele andere context. The first child born to Bathsheba after her union with King David is born, and God smites the child grievously, and the child is on the brink of death. En dan gaat het om het kind dat Sheba heeft gebaard nadat ze gemeenschap heeft gehad met koning David. En dat kind wordt dan geslagen met een ziekte door God en het verkeert in doodsnood. In Samuel 2, chapter 12, verse 16, David therefore besought God for the child, and David fasted, and came and lay all night upon the earth. In 2 Samuel 12, vers 16, lezen we dan: David zocht God voor het jongetje. David vastte streng, en toen hij naar binnen ging om te overnachten, ging hij op de grond liggen. In verse 17, and the elders of his house arose and stood beside him to raise him up from the earth, but he would not, neither did he eat bread with them. In vers 17, toen stonden de oudsten van zijn huis op en kwamen bij hem om hem van de grond te doen opstaan. Hij wilde echter niet en at geen brood met hen. In verse 18, and it came to pass on the seventh day that the child died. And the servants of David feared to tell him that the child was dead. For they said, behold, while the child was yet alive, we spoke to him, and he hearkened not unto our voice. How then shall we tell him that the child is dead, so that he do himself some harm? They're afraid he's going to commit suicide. In vers 18, het gebeurde op de zevende dag dat het kind stierf. De dienaren van David waren bevreesd tegen hem te zeggen dat het kind dood was, want ze zeiden, zie, toen het kind nog levend was, spraken wij tot hem, maar hij wilde niet naar onze stem luisteren. Hoe kunnen wij dan tegen hem zeggen, het kind is dood? Dat zou kwaad doen. Ze zijn misschien wel bezorgd dat David zelfmoord zou gaan plegen. Vers 19. But when David saw that his servants whispered together, David perceived that the child was dead. And David said unto his servants, is the child dead? And they said, he is dead. In vers 19, maar David zag dat zijn dienaren mompelden. Daardoor merkte David dat het kind dood was. Dus zei David tegen zijn dienaren, is het kind dood? Zij zeiden daarop, hij is dood. Vers 20. Then David arose from the earth and washed and anointed himself and changed his garments. And he came into the house of God and prostrated himself. Then he came to his own house, and when he asked, they set bread before him, and he did eat. Vers 20, toen stond David op van de grond, waste en zalfde zich en wisselde van kleding. Hij ging het huis van de Here binnen en boog zich neer. Daarna kwam hij in zijn huis en vroeg, en zij zette hem brood voor en hij at. Verse 21, the servants don't understand. Then said his servants to him, what thing is this that you have done? You fasted and wept for the child while it was alive, but when the child was dead, you arose and ate bread? En in vers 21 zijn die dienaren heel verbaasd. Toen zeiden zijn dienaren tegen hem, wat betekent dit wat u gedaan hebt? Om het levende kind, toen het kind leefde, hebt u gevast en gehuild. Maar nadat het kind gestorven is, bent u opgestaan en hebt u brood gegeten. And of course we always need to remember that David, as God's anointed one, is not just king, he's also teacher. En we moeten in gedachten houden dat koning David, de gezalfde van God, niet alleen koning is, maar ook onderwijzer.
And he said, while the child was yet alive, I fasted and wept, for I said, who knows whether God will be gracious to me that the child may live. But now, he is dead. Why should I fast? Can I bring him back again? I shall go to him, but he will not return to me. En David's antwoord aan zijn dienaar in vers 22 en 23. Hij zei, toen het kind nog leefde, heb ik gevast en gehuild, want ik zei, wie weet is de Heere mij genadig, zodat het kind in leven blijft. Maar nu is het dood. Waarom zou ik nu vasten? Zal ik hem nog terug kunnen halen? Ik zal wel naar hem toe gaan, maar hij zal niet bij mij terugkomen. In verse 20, when David changed his garments after the news that the child was dead, he is doing so deliberately to make a statement. Wanneer David in vers 20 zijn kleren verwisselt nadat hem verteld is dat het kind overleden is, dan doet hij dat opzettelijk om een statement af te geven. He is broadcasting an educational message. That message that he expressed in verses 22 and 23 when his servants asked for an explanation. Hij zendt daarmee een les uit, een onderwijzing uit. Namelijk degene in vers 22 en 23 die we net gelezen hebben, het antwoord aan zijn dienaren. I'll note that in our tradition we derive this lesson from another passage in the Bible as well. En ik wil hier opmerken dat we deze les ook leren in een andere passage in de Bijbel. In the book of Daniel, in chapter 3, there is the indictment of Hananiah, Mishael and Azariah, that is Shadrach, Meshach, the Abednego by their Babylonian names, for not bowing down to the golden image made by Nebuchadnezzar, the Babylonian king. In Daniel 3 lezen we over de beschuldiging van Shadrach, Meshach en Abednego, die neer moesten buigen voor een beeld, maar dat niet doen. Since not bowing down to that golden image was a capital crime that was going to be punished by them being thrown into the fiery furnace, they also had an educational message to communicate to Nebuchadnezzar and everyone else. Aangezien niet neerbuigen voor dat beeld een halsmisdaad is waarvoor ze in de oven zouden worden geworpen, hebben zij ook alle reden om een boodschap af te geven aan Nebuchadnezzar en iedereen die het ziet. When Nebuchadnezzar menacingly asks them, who's going to save them from the fiery furnace? They say, in verses 17 and 18, behold, our God whom we serve is able to deliver us. He will deliver us from the burning fiery furnace and out of your hand, O king. But we don't know that's going to happen. If not, if God does not save us, be it known unto you, O king, that we will not serve your gods, nor prostrate ourselves to the golden image which you have set up. It doesn't matter, even if we die. En in Daniel 3, vers 15, spreekt Nebuchadnezzar dan heel dreigend, wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? En Shadrach, Meshach en Abednego antwoorden in vers 17 en 18. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. Maar ze waren er niet helemaal zeker van dat dat zou gebeuren. Maar ook al zou het niet gebeuren, vers 18. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Met andere woorden, het maakt niet uit of hij ons redt of niet, wij doen niet aan die afgoderij mee.
And indeed we read in verse 21, then these men were bound in their cloaks, their tunics, and their robes, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace. En in vers 21 lezen we dan, toen werden deze mannen gebonden in hun mantels, hun broeken, hun mutsen en hun andere kleren, en zij wierpen hen midden in de brandende vuuroven. So in our tradition, of course, predictably we note, well, they were pretty well dressed, weren't they? Cloaks, tunics, robes, other garments. They were wearing their best suits. En in onze traditie merken we dan op van, jongens, ze hadden best wel een hoop kleren aan. Het lijkt wel alsof ze hun goede kostuum aan hebben getrokken. Allemaal mantels, broeken, mutsen, andere kleren. Ze zijn netjes gekleed. You might think that if you're going to a big affair, you should get all dressed up. But if you're going to be thrown into a fiery furnace, you don't need to put on your best suit. Ik zou zeggen dat als je naar een belangrijk evenement gaat, dat je dan inderdaad je goede pak aantrekt. Maar als je in een brandende vuuroven wordt geworpen, dan hoef je daar toch niet je beste pak voor aan te trekken. That would be a big mistake. Dat is een grote vergissing. If you're going to be thrown into a burning fiery furnace, then you have the greatest opportunity to teach the world a very important message. Als je in het midden van een brandende vuuroven wordt geworpen, dan heb je bij uitstek de gelegenheid om de wereld een boodschap over te brengen. If you have a mission and the message, you want to ensure that people will pay attention to it. You wear your best suit. Als je een belangrijke boodschap over te brengen hebt en je wilt er zeker van zijn dat alle mensen die ter harte nemen, dan trek je je beste pak aan. Now, going back to the changing of garments by Joseph. Remember, we saw the changing of garments by Jacob and family. We saw the changing of garments by King David. And not changing the garments in a different sense by Hananiah, Mishael and Azariah before being thrown into the furnace. En we hebben dus gelezen over het verwisselen van de kleren bij Jacob en zijn familie, bij David, en in zekere zin het niet verwisselen van de kleren door Mishael, Hananiah en Azariah, oftewel Sadrach, Meshach en Abednego. We noted that in the case of Jacob and his family, changing the garments was a new beginning. We weten vanuit het verwisselen van de kleren bij Jacob en familie dat het toen ging om een nieuw begin. So in that vein it was an act of purification. Dus daar was het een daad van reiniging. For King David, and in a different sense, for Hananiah, Mishael, and Azariah, the garments were means for communicating a message. En in het geval van David, en ja, op een iets andere manier ook in het geval van Mishael, Hananiah en Azariah, waren de kleren een middel om een boodschap te communiceren. What is it for Joseph? En wat is het voor Jozef? I think perhaps it's both. Ik denk dat het misschien beide redenen zijn. That is undoubtedly Joseph, after all of these years languishing in prison. Remember, he was 17 years old when he was sold into slavery. He is 30 years old when he stands before Pharaoh. After all these years, he hasn't given up hope. And perhaps this is going to be the moment of his salvation. En Jozef die heeft een hele tijd weggekwijnd in de gevangenis. Let erop dat hij is 17 jaar als hij verkocht wordt en naar Egypte wordt gevoerd. En hij is nu 30 als hij voor de farao
verschijnt. En wellicht is dit het moment voor hem dat zijn verlossing komt, nu hij voor de farao mag verschijnen. But if that were the only consideration, he should have responded when he was summoned hastily out of the dungeon. He didn't respond. Maar als dat het enige was, zijn enige reden was om zo over te denken, dan had hij wel anders gereageerd toen hij zo haastig uit de kerker werd gehaald. Maar hij gaf zelf geen haastige reactie. Because he knows he's coming to an encounter with Pharaoh. And that is an opportunity to broadcast a message. Want hij wordt voor de farao gebracht. En dat is een geweldige gelegenheid om een boodschap te brengen. More than an opportunity to be saved from the dungeon, it is an opportunity to impact on Egyptian society through the head of Egyptian society. Meer nog dan slechts een kans om uit de gevangenis te komen, is het een kans om een boodschap te planten in die Egyptische maatschappij, door het hoofd van die Egyptische maatschappij. To have that impact, it's important to look presentable. To be wearing his best suit, even if it's the suit of someone coming out of 13 years of slavery, and to be well-groomed. Dus op zo'n moment wil je dan, om je boodschap goed over te brengen, goed gekleed gaan. Ook al ben je dan slaaf en heb je 13 jaar in de gevangenis gezeten, dan zorg je dat je goed voor de dag komt en goed geluimd verschijnt op audiëntie. And that message, which is confronting the fourth and greatest challenge that Joseph has faced thus far, comes out loud and clear in the continuation of Genesis chapter 41. En de boodschap die Jozef wil communiceren in deze vierde en grootste uitdaging tot nu toe, komt luid en duidelijk naar voren in hoofdstuk 41. Now let's consider this setting. Since Joseph has taken out the time to shave and change his clothing, obviously in the meantime, Pharaoh is waiting and waiting and waiting impatiently for him to come. Laten we even bedenken hoe het er daaraan toe ging. Hè? Terwijl Jozef zich scheert en zijn kleren verwisselt, is die farao ongeduldig aan het wachten en wachten en wachten totdat Jozef eindelijk zijn verschijning zal maken. We can well imagine that Pharaoh, being the absolute ruler that he was not used to having to wait around for things. We kunnen ons best voorstellen dat farao als absolute heerser van Egypte niet erg gewend was om te moeten wachten op dingen. Finally, verse 15, Joseph comes and Pharaoh says to him, I have dreamed a dream and there is none that can interpret it. And I have heard say of you that when you hear a dream, you can interpret it. En dan eindelijk in vers 15 verschijnt Jozef voor de farao. En de farao zei tegen Jozef, ik heb een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. Maar ik heb over u horen zeggen dat u, als u een droom hoort, hem kunt uitleggen. And then comes verse 16, which is nothing short of an astonishment. En dan komt vers 16 en, nou, dan sta je helemaal perplex. And Joseph answered Pharaoh saying, it is not in me, God will give Pharaoh an answer of peace. En dan Joseph antwoordde de farao, dat is niet aan mij, maar God zal farao een antwoord van vrede geven. Let's take a couple of moments to consider what's taking place here. En laten we eventjes een paar momenten nemen om in ogenschouw te nemen wat hier precies gebeurt. Joseph started his career in Egypt as a lowly slave. Joseph startte zijn carrière in Egypte als een lage slaaf. Not only a lonely slave, a lonely foreign
slave. En niet alleen een lage slaaf, maar een neergeworpen slaaf. And not only a lowly, lonely, foreign slave, but at this point, a convicted criminal who's in the dungeon. Hij was niet alleen zo laag als slaaf en ook nog eens een keer een buitenlander, maar ook nog eens een keer een veroordeelde misdadiger die nu uit de gevangenis komt. You can't imagine someone at a lower level of society than Joseph. Je kunt je niemand voorstellen die lager op de ladder staat in de maatschappij dan Jozef. And with whom is he speaking here? En met wie spreekt hij hier? The most powerful man in the ancient world. De machtigste man van de antieke wereld. Except that's really not adequate, is it? Behalve dat het niet helemaal correct is, toch? As most powerful man in the ancient world, with a snap of his fingers, he confers life and death. Met een knip van zijn vingers kan zo'n machtige man in die antieke wereld beslissen over leven en dood. And he isn't even considered to be a person. He's considered to be an incarnation of the gods. En hij wordt niet eens beschouwd als een mens, als een man, maar als een vleesgeworden god. Now the only reason that this lowly, lonely, foreign slave, convicted criminal is even speaking to the most powerful man, God, in the known world is because Pharaoh got a report that this slave can hear a dream and interpret it. En de enige reden waarom deze lage buitenlandse misdadiger en slaaf spreekt tot de machtigste man van de antieke wereld, is dat die machtige man een goed rapport over hem heeft gehoord, namelijk dat hij die dromen uit kan leggen. So first of all, he says, I can't. I can't interpret anything. It's only from God. En het eerste wat Jozef dan zegt is, dat kan ik niet, dat is niet aan mij, ik kan geen dromen uitleggen. Dat is aan God. Second of all, just consider what's taking place here. Pharaoh just spoke with him. The first thing he has to say to Pharaoh is, you're wrong. Incorrect. En let even op wat hier gebeurt. Farao heeft net tot hem gesproken en het eerste wat Jozef nu moet zeggen is, je zit ernaast, je hebt het fout. Not only is he saying incorrect, he is invoking God to Pharaoh, who regards himself as a god. En niet alleen zegt hij tegen Farao, je zit ernaast, maar hij haalt ook nog eens God erbij tegenover de man die zichzelf beschouwt als God. This is not merely reckless behavior. This is pure insanity. Dit is niet zomaar roekeloos gedrag. Dit is gewoon van de zotte. Except, of course, that Joseph doesn't care because there's something that is of greater concern to him. Maar ja, Joseph zit daar niet zo mee, want hij heeft iets belangrijkers op het oog. What is of concern to him is his mission for God. Wat hij op het oog heeft is zijn missie voor God in Egypte. So now he has an opportunity to give a lesson about God to Pharaoh. Dus nu heeft hij de mogelijkheid om een les te geven over God aan de farao. Well, he may never have this opportunity again, so he is going to exploit that opportunity to teach Pharaoh about God, come what may. En misschien komt hij nooit weer in zo'n mooie gelegenheid om Farao iets te leren over God. Dus hij grijpt deze mogelijkheid met beide handen aan om hem een les te leren over God. Even though what may come of it. Wat er ook van mogen komen. He may be sacrificing his life.
misschien offert hij wel zijn leven hiermee op. Let's consider what happens afterward. Pharaoh describes his dream. Those are verses 17 through 24. We're not going to go through them right now because our time is limited. And then Joseph responds with what the dream means. Dan in vers 17 tot en met 24 vertelt Farao de droom en daarna antwoordt Jozef de Farao. Verse 25, Joseph said to Pharaoh, the dream of Pharaoh is one. What God is about to do, he has declared unto Pharaoh. In vers 25, toen zei Jozef tegen de Farao, de dromen van de Farao zijn één. God heeft de Farao bekendgemaakt wat hij gaat doen. And after speaking of the 7 years of plenty and the 7 years of famine in verse 28, again, that is the thing which I spoke unto Pharaoh, what God is about to do, he has shown unto Pharaoh. En als hij dan gesproken heeft over de 7 vette jaren en de 7 magere jaren, dan in vers 28 zegt hij opnieuw, dit is het woord dat ik tot de Farao gesproken heb. God heeft aan de Farao laten zien wat hij gaat doen. And after elaborating further on the years of plenty and the years of famine in verse 32, and for that the dream was doubled unto Pharaoh twice, it is because the thing stands ready from God, and God will shortly bring it to pass. En als hij dan nog verder uitgeweid heeft over die 7 vette en die 7 magere jaren, dan in vers 32 zegt Jozef, dat de farao deze droom 2 keer gekregen heeft, is omdat de zaak bij God vaststaat en God zich haast om die uit te voeren. Remember, he's speaking to the absolute ruler, most powerful man in the world, who considers himself to be a god. And all the time Joseph is saying, all that you can say for yourself is that God, the real God, has shown you what he's going to be doing to you. But you're the recipient. You're not the author. En Jozef staat hier dus tegenover deze machtige alleenheerser die zichzelf als God beschouwt. En de enige boodschap die hij heeft is God, de echte God, aan Farao bekend heeft gemaakt wat hij op het punt staat om te gaan doen. En Farao is daarbij niet de auteur, degene die de decreten uitvaardigt, maar de ontvanger van de boodschap van wat God doet. And then he has the audacity from verse 33 to verse 36 to give Pharaoh advice about how he is supposed to ensure that the land will be secured against the years of famine, so that the dream will be fulfilled, and even after the lean years, Egypt will survive. En dan heeft Jozef ook nog eens de durf om in vers 33 tot 36 Farao een advies te geven over wat hij moet doen om Egypte de jaren van hongersnood te laten overleven. Joseph passed the fourth challenge with flying colors. En Jozef slaagt voor deze vierde uitdaging met vlag en wimpel. And you know, when you're really, really true to yourself and to God, people realize it. En wanneer je echt helemaal staat voor jezelf, hè, een vertrouwen hebt in God, dan hebben mensen dat door. And furthermore, after talking so much about God, it rubs off on others too. En als je dan zoveel over God ook hebt verteld en uitgelegd, hè, wat er op je hart is, dan heeft het ook zijn invloed op andere mensen. And so we read in verses 37, 38 and 39, the thing was good in the eyes of Pharaoh,
and in the eyes of all his servants. And Pharaoh said unto his servants, can we find such a one as this, a man in whom the Spirit of God is? And Pharaoh said unto Joseph, for as much as God has shown you all this, there is none so understanding and wise as you. En daar lezen we dan ook over in vers 37 tot en met 39, wanneer de farao antwoordt, deze woorden waren goed in de ogen van de farao en in de ogen van al zijn dienaren. Daarom zei de farao tegen zijn dienaren, zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze, in die de geest van God is? Daarop zei de farao tegen Jozef, aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. Note this well. Merk dit goed op. When you are faithful to God and your truth in God, people will respect that. Wanneer je trouw bent aan God en trouw bent aan de waarheid die je kent, jouw waarheid in God, dan zullen mensen dat respecteren. And so Joseph becomes Pharaoh's second in command, his viceroy, because of his faithfulness to his mission, to God. En zo wordt Jozef de tweede man van Egypte, de onderkoning. Omdat hij trouw is aan zijn missie voor God in Egypte. It is noteworthy that it doesn't end only with Joseph. En het is het opmerken waardig om te zien dat het niet eindigt met... alleen met Jozef hier. In verse 50, after Pharaoh has given to Joseph as wife Asenath, the daughter of Potipharah, the priest of On, clearly a noble family, very high up in Egyptian society, we read, and unto Joseph were born two sons before the year of the famine, whom Asenath, the daughter of Potipharah, priest of On, bore unto him. In vers 50 lezen we dat nadat de farao Asenath, de dochter van Potipharah, heeft gegeven, en het was een priester, duidelijk iemand van een gegoede familie, hoog in de Egyptische maatschappij, dan... Nog tijdens de jaren van overvloed worden er bij Jozef twee zonen geboren. Vers 50. Er werden bij Jozef twee zonen geboren die Asenath, de dochter van Potipharah, een priester uit On, hem baarde. It seems like a very wordy expression. Unto Joseph were born, whom Asenath bore unto him. And we find the same expression later on in chapter 46, verse 20, again. And unto Joseph in the land of Egypt were born Menashe and Ephraim, whom Asenath, the daughter of Potipharah, the priest of On, bore unto him. Why all the repetition, bore unto Joseph? En het lijkt met veel omhaal van woorden te worden verteld hier. Er werden aan Jozef twee zonen geboren, die Asenath, de dochter van Potipharah, een priester uit On, hem baarde. En verderop, in hoofdstuk 46 van Genesis vers 20... vinden we exact dezelfde uitdrukkingen opnieuw. In het land Egypte werden bij Jozef Manasje en Ephraim geboren, die Asenath, de dochter van Potipharah, een priester uit On, hem baarde. Waarom al die herhaling? Waar is dat voor nodig? At least one recent commentator proposes that while of course we recognize that Asenath is the mother, so she bore these children to Joseph. We might have thought she's coming from the noble priestly family. He's a lowly slave after all. So she's not really going to respect him. These are going to be her sons, sons of her priestly family.
And that's not what happened. En er is tenminste één uitlegger die hier uitlegt dat Asenath als dochter uit een priesterfamilie dus van goede stand was. En Jozef als buitenlandse slaaf was dat niet. En je zou dan ook verwachten dat deze Asenath, die dochter van een priester uit On, Jozef niet zou respecteren en door de kinderen die zij hem baart voor zichzelf zou opvoeden en volgens de gebruiken van die priesterfamilie. Maar dat is niet wat er gebeurt. When you are faithful to God and faithful to your truth, to your mission in God, people join you. Asenath becomes part of Joseph's mission, and so too their sons, Menashe and Ephraim, remain faithful to God. Wanneer je trouw bent aan God en aan jouw waarheid en missie in God, dan voegen mensen zich daarbij. En zo ook Asenath, de dochter van Potifera, die zich voegt bij deze missie van Jozef. En ook zijn zonen Manasje en Ephraim, die trouw blijven aan God. So faithful that long afterward, when Jacob is down in Egypt, in chapter 48, he blesses these sons, Menashe and Ephraim. First, making them too tribes of Israel. And then, in verse 20, establishing a formula. By you, by Ephraim and Menashe, shall Israel bless, saying, God make you as Ephraim and as Menashe. Zo trouw blijven zij aan God, Manasje en Ephraim, dat later in hoofdstuk 48 Jacob deze zonen zegent. En niet alleen maakt hij Manasje en Ephraim tot zijn eigen zonen, maar hij vestigt ook een formule in 48 vers 20. Zo zegende hij hen op die dag. Hij zei, Israël zal met jullie naam zegenen door te zeggen, mogen God u maken als Ephraim en als Manasje. You know, we still do. Israel still blesses. We bless the children. May God make you as Ephraim and as Manasseh. En weet je, dit doen wij nog steeds. Israël zegent nog steeds de zonen met deze formule. Mogen God u maken als Ephraim en als Manasseh. As one final thought, I realize the hour is late. After everything Joseph has endured, what finally, ultimately, is his message, his lesson to us? En dan nog een paar laatste afsluitende opmerkingen. Ik realiseer me dat het al laat is. Na alles wat Joseph heeft moeten doorstaan, wat is nu zijn boodschap, zijn precieze missie en wat is zijn boodschap voor ons? In the last chapter of the prophet Micha, chapter 7, verse 8. Rejoice not against me, O my enemy. When I am fallen, I am arisen. When I sit in darkness, God is a light unto me. En we lezen uit profeet Micha. Hoofdstuk 7, vers 8. Verblijd u niet over mij, mijn vijandin, want als ik gevallen ben, zal ik weer opstaan. Als ik in duisternis zit, is de Heere mij een licht. We have a comment in our tradition. If I would not have fallen, I would not have arisen. If I would not have sat in darkness,
God would not have been my light. We hebben een traditie die zegt, als ik niet gevallen zou zijn, zou ik niet weer opnieuw opgestaan zijn. En als ik niet in duisternis had gezeten, zou Heere mij geen licht zijn geworden. In the expression in the book of Proverbs, chapter 24, verse 16. A righteous man falls 7 times and rises up again. The wicked stumbles in evil. En in Spreuken 24 lezen we in vers 16. Want al valt een rechtvaardige 7 maal, hij staat weer op, maar goddelozen struikelen in het onheil. Both the righteous and the wicked stumble. They both fall. The righteous has the dedication and perseverance to transform every fall into a new beginning, a new rise. Zowel de rechtvaardige als de goddeloze struikelt, beide vallen. Maar de rechtvaardige is bij machten en heeft het doorzettingsvermogen om zo'n val om te zetten in iets nieuws om weer op te staan en door te gaan. Joseph's life at age 17 took an abrupt, precipitous fall to the lowest possible level. Jozef's leven nam een zeer onverwachte wending waarbij hij helemaal naar het diepste punt van zijn leven tuimelde. But for Joseph, the righteous, that fall is in itself the basis of that great rise that follows. Maar voor Jozef is deze grote val, die tuimeling, alleen maar het startpunt van het opnieuw opstaan. Een grote verrijzenis. A rise of such historic significance that we read in the prophecy of Avadia in verse 18. The house of Jacob shall be a fire, but that's not enough. It's the house of Joseph that is the flame. Flame moves outward, doesn't just remain in one place. And that exclusively, necessarily, is the basis for being able to usher in that destruction of wickedness that heralds the perfected world of the future, the flame that comes from Joseph. En die verrijzenis van Jozef is van zo'n enorme historische betekenis dat wij lezen in de profeet Ovadia, vers 18. Dan zal het huis van Jacob een vuur zijn, het huis van Jozef een vlam. En alsof dat vuur van Jacob niet genoeg is, is Jozef dus een vlam. En een vlam slaat naar buiten. En een vlam is wat nodig is om dat tijdperk in te luiden waarin goddeloosheid teniet gedaan wordt. Het tijdperk van de geperfectioneerde toekomende wereld. To summarize with two related final sentences, final thoughts. En om af te sluiten nog 2 zinnen. Don't shirk away, slink away from challenges. Those challenges, ultimately, including all the fallings, are the basis of your final rise. En nummer 1 is, ontduik moeilijkheden niet. Want ze zijn het begin van sterker worden, van een krachtige verrijzenis boven de omstandigheden.
And never avoid speaking your truth in the name of God, because it is for that that you will be respected, and only thus that you will be saved. En nummer twee, verzuim nooit om jouw waarheid in God te spreken tegenover andere mensen. En dat is de enige basis waarop die de verlossing plaats zal vinden. Only thus we earn God's blessings. Alleen op die manier verkrijgen wij Gods zegeningen. God bless you. God zegen jullie.